Het is vandaag eind december, bijna kerst. En dat is de periode dat ik wat meer tijd krijg om te varen. U ziet me misschien glimlachen. Dit is mijn eigen boot. Die is net een paar dagen geleden te water gegaan. Er staan amper 5 vaaruren op. Maar ik verheug me op de komende 2 weken waarbij wij zakelijk eventjes andere dingen doen en lekker even privé gaan genieten. En ik hoop vooral te gaan genieten van deze Axopar 28 cabin. Daar kun je lekker mee varen, winters, want ik doe gewoon het kacheltje aan. Ik zit overdekt. Dus wie doet me wat? Ik ga straks lekker varen. Maar we zijn ook aan het voorbereiden voor Boot Düsseldorf. Voor ons een belangrijke beurs. Die is eind januari, van 18 tot en met 26 januari. Dan staan we er weer op 3 stands. Voor Axopar, Borstenweler en Sea Ray. En we kijken vooral uit naar het moment dat de nieuwe Axopar 37... Revolution geïntroduceerd gaat worden. Dat gebeurt op de eerste zaterdag, de 18e januari dus. En ik nodig u graag uit om daar deze revolutionaire Axopar 37 te komen bekijken. Echt een geweldige boot. Ik heb er al mee mogen varen met de prototypes, althans in Helsinki, Finland, een paar weken geleden. En ik kan u vertellen, echt een geweldige boot en zeker de moeite waard om te komen bekijken. Dus nogmaals, u bent van harte uitgenodigd in Düsseldorf van 18 tot en met 26 januari. En de introductie zal vooral zijn op zaterdag de 18e. Nou, ik hoop u dan graag te zien. Ik ga de komende 2 weken lekker varen. En om te beginnen ga ik dat nu alvast doen. Dus graag tot ziens.